Inderdaad, ga! Oké, we gaan even zo inspecteren. Kijk even bij die lijken, dat doen we als eerst. Blijf er hier nog. Pak echt een spul. Wat zie je daar? Vijand. Hier, kijk. Dan haal ik dus uit dat hier al eerder gevochten is. Waarschijnlijk hielden ze hier de boel in de gaten en ze zijn nog van ons ook. Dus er zijn hier waarschijnlijk genoeg mensen afgeknald. Oké, hier is de spullen. Pak die goed. Achter mij aan, hier maar voor me. Klaar? Kijk, het is veel map. Oh shit. Kijk, die is dood. Laat hem maar liggen, laat hem maar liggen. Hier dan. Die gaat toch dood. Oké. Gaan. Ja jongen, je hebt er wel weer een schoentje knijpen. Wat is er gebeurd? Er is iemand verdwenen gisteravond. Ik snap er niks van. De volgende persoon is hier niet gewekt, zeg maar. Dus, ja, hij is meegenomen. Nou, hij heeft niks om los te laten eigenlijk. Wij weten niks. We liepen hier gewoon patrouille, we weten verder niks van geheime plannen. Dus als ze hem gaan uithoren in een kamp of zo, hij heeft niks om los te laten. Dus waarschijnlijk wordt hij doodgemaakt. Denk je dat we hem mogen gaan zoeken? Nee, ik denk het niet. Gaan we terug onze auto? Maar wie dacht niet dat nu dan? Oh god, al die kankerspinnen we hebben hier, man. Shit! Hij is nu ontvoerd, door de vijand in ieder geval niet. Die hadden hem al meegenomen, denk ik. In een of andere kamp gebracht, weet ik veel. Hij is gewoon gemarteld en hier achtergelaten. Niets duidt erop dat hij hier is heen gesleept of zo. Laat ik zeggen, ik heb geen bandensporen gevonden. We hebben de boel goed uitgekampt. Geen bandensporen. Ik zou die via de lucht niet. De lucht? Ja. De vijand zet heus geen luchteenheden in, alleen om een lijk te vervoeren. Ja, oké, dat is waar. Ja. Ik denk eerder dat dit rebellen is en of zo. Een of andere mafketels die hier rondlopen. Die hebben dus echt geen luchtvervoer. Nee, oké. Okay. Nou, bedankt in ieder geval. Ja, en bovendien, hier kun je niet komen met luchtvervoer, het is te dicht. Ja, je hebt gelijk. Even kijken. Waar zitten we ergens? We moeten hierheen.
Ja. We zitten nou, ik denk, is die kruising daar zo. Oh ja. Ja, dat kan goed op. Dus ik ga het er vandaan maken. Is goed. Is goed. Ja. Dat al hoor. Ja, dit is Brabus kwart en begon het eerste infanterie. Even kijken, we zitten op coördinaten. Wakker. C12. C12. B4. B4. Dat is enkele kilometers verwijderd van dat grote meer. En we wachten op verdere instructies. Over. Oké, begrepen. We hebben een Duitser gevonden en die gaan we dus executeren. Ik film.